alleen aan de beste. Ik weet niet of jullie haar kennen. Nee, zij is een belangrijke vrouw. En die gaan jullie zo meteen straks interviewen. Maar we gaan jullie eerst voorbereiden hoe je een show maakt. Dus dan gaan we jullie leren hoe je moet interviewen, wie wat moet doen, de camera vasthouden. Oké, ik kom er gezellig even naast jou zitten. Dat zie je ook altijd in de tv-show. De presentator die in het midden zit op de bank en de gasten eromheen. En vandaag, nu zijn jullie nog de gasten bij deze show. Maar straks worden jullie de presentatoren. Ik ga mezelf presenteren. Gaat ie, hè? Hallo, welkom bij Mixstation. Ik ben Christian, ik ben 19 jaar oud. Ik woon in Amersfoort en ik zit hier vandaag met alle kinderen uit Overvecht om te vragen wat hun wens is voor Overvecht 50 jaar. Bijvoorbeeld. Beetje duidelijk? Wie zou dat wel eens willen proberen? Welkom bij Mixstation. Mijn naam is Michelle, ik ben 13 jaar en ik woon gewoon in Overvecht. Mijn hobby is reddingszwemmen, want ik heb daar al een paar diploma's. Presenteren mag je een paar keer overdoen, omdat het op een camera vast wordt gelegd. Stel dat het live is, live tv, dan heb je een probleem, want dan moet je het in één keer goed doen. Maar zoals nu, kunnen we het opnemen, gaat het fout. Ja. En dan kun je het... Prima. Hallo, ik ben Hamid, ik ben Antti. En mijn hobby is voetbal, omdat ik vandaag prof in ben. En ik ben 10 jaar en ik wil later prof worden. Oh, goed zo. Mag ik het geven? Hallo, ik ben Jordi. En ik ben 9 jaar. Nou, goed. Goed zo, prima. Dat klopt wel, hè? Hallo, ik ben Selina, ik ben 7 jaar. Wat was je vraag nou? Heeft u Selina? Michelle, we hebben nog een paar hele goede vragen. Heeft? Je hoeft je niet te stellen straks, maar dat is wel leuk. Een? Villa. V-I-L-A, Villa. Twee ellen. En wat nog meer? Maar ook iets over Overvecht. Hoe bent u erop gekomen om wethouder te worden? Hoe was het in uw jeugd? Ja, hele mooie vraag. Wat? Hoe was het in uw jeugd? Cool! Oké, zoals jullie zien zijn er verschillende dingen in de studio. We hebben dus een cameraman. De achtergrond. Ja, cameraman. Kennen jullie nog een paar dingen die in de studio horen? De achtergrond. De achtergrond. Ja, de presentator. Camera. Nee, niet ik. Oh, een hengel. Ja. Een hengel. En wat nog meer? Presentator. Presentator is heel belangrijk. Geluid. Geluid, ook heel belangrijk. En wat nog meer? Ken jij nog iets? Nee. En wat leuk is, beeld en kwaliteit. Een gast is leuk. Dat is ook heel erg belangrijk. Een gast is leuk om erbij te hebben. Ja. Ja. Een gast. Een camera. We krijgen straks ook een gast hier. Ik hoor niks. Deze is afspelen en stoppen. Deze, kijk, naar T is inzoomen, naar B is uitzoomen. Ik zelf woon in Amersfoort. Dat is een stad naast Utrecht. En Hamid is mijn beste. Ja, Selina. Hi. Toen ik 20 jaar was. Ja, dat was in januari. Hoe was het in je jeugd? Was leuk. Was gezellig. Het was een mooie buurt, veel groen. Veel speeltuinen. Ik ben Hamid en ik wil een paar vragen hebben. Oké. Okay. Ik mag eerst. Heeft u een villa? Ik heb geen villa. Hoe oud bent u? Hoe bent u wethouder geworden? Omdat ik toen een opleiding heb gedaan daartoe en ik vond het best wel leuk en daarom ben ik het geworden. Wat vind je voor Overvecht? Dat het een heel mooie en gezellige buurt blijft. Dankjewel en tot ziens. Wat bent voor Overvecht? Bye bye. Dankjewel.